Overigens nog even aanstippen. 27 mei ben jij bij Dr. Kelder en Co. Dan ga je op Radio 1 het programma overnemen, hè? Overnemen is ook te bedoelen. Want Jort kan niet. Jort kan niet. En zijn eerste vervanger, dat was mevrouw Hertzberg, die kon ook niet. En zodoende heeft hij het aan mij gevraagd. Ik vind dat heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat doen. Ja, hij schreef mij dat hij erg blij was dat een echte professor nu ging leiden. Ik ben helemaal geen professor. Ga ik niet nog een keer kijk dan uit. 27 mei. We zetten het in de agenda. 80-jarige oorlog nog even noemen. Toen had je landgenoten die rijk werden door kogels te verkopen aan de Spaanse vijand. Zeker. We hadden een levendige handel op de vijand. Ja, daar zaten we helemaal niet mee. En eigenlijk is het wel geestig dat we dik geld verdienden, niet waar? Met allerlei militaire rommel waar we zelf in principe last van zouden kunnen krijgen. Dat is wel waar, ja. Maar ik denk ook dat we dan al in een fase zitten waar we natuurlijk het sterke vermoeden hadden dat we toch gingen winnen. Of eigenlijk al hadden gewonnen. Ja. Dit is allemaal over de OW'ers, de oorlogswinstmakers. Ja. Ja, die heb je altijd en overal. Ja. Zeker. Ja. Dan moeten spullen geleverd worden. Hè? Je zou eens kunnen kijken dat natuurlijk die op een heel aantal punten in verband met de oorlog in de Oekraïne natuurlijk is de productie sterk verhoogd. Van, met name van artilleriegranaten. Ja, hè, van de inflatie, was de inflatie. Ik zou wel willen weten of de prijzen daar ook niet een beetje lollig omhoog gaan. Nou ja, kijk, en je kunt natuurlijk altijd. Allemaal, het zijn allemaal vrij. Het is treurig dat het gebeurt, maar het zijn allemaal vrij normale voorbeelden van menselijk gedrag. Precies. En we hebben een vrije markt, dus je kunt ook keuzes maken. Je kunt ook kiezen om niet bij Shell te gaan tanken of bijvoorbeeld in het schappen in de supermarkt het budgetmerk te pakken. Ja. Ja, mensen ook die de benzine van de ene soort pomp leuker vinden dan die van een ander soort pomp. Heb je die mensen? Ja, die heb je volgens mij. Die nooit pomp. Die heb je nooit, is dat van, ja, dat met metertje staat laag. Je ziet dat er een tankstation aankomt. Dat je zegt, nou laten we hier even tanken. En dat dan de automobilist zegt, nee, ik tank nooit bij. Vul maar in. Esso, Shell. Heb je nog nooit gehoord? Oh. Denk gewoon waar je de beste tankstation waar je bent, toch? Ik denk altijd bij hetzelfde station. Dus ja, ook, ja. Ik ben een gewoontedier tot in mijn kleinste vezels. Je hebt hier in Utrecht op de Kardinaal de Jongweg, is dat volgens mij, heb je die firezone. En daar hebben ze volgens mij op vrijdag hebben ze daar actietarieven. Er staat een file van mensen in de rij daar om bij zo'n onbemand. Het laatste wat ik bereid ben te doen in mijn leven is in de file staan voor benzine. Never, nooit niet. Of diesel. Never niet. Ja. En ik heb al een keer uitgelegd, ik sta liever niet helemaal niet in de rij. Er kunnen noodsituaties zijn waar dat noodzakelijk is, maar ik ga zeker niet voor goedkope benzine. Dit doet me denken aan een huisgenoot van mij. Een deusje vol rijden. En dan zei hij, ja, ik heb nou toch een tankstation gevonden. Dan is de benzine wel 2 centen goedkoper. Ik zei, waar is dat dan? Nou, dat is een Boskoop. Dus dan zei ik, nu ben je dus naar Boskoop gereden met je heen. Om daar voor 2 centen minder benzine te tanken. Want had je niet beter gewoon hier kunnen blijven. Want je hebt toch op weg naar Boskoop en weer terug. Zelfs in een Deux Chevaux heb je nog wel benzine gebruikt natuurlijk. In de grensregio hoor je dat ook vaak toch? Dat mensen zeggen, we gaan even in Duitsland of België tanken. Ja, voor wat? Een paar dubbeltjes, misschien een paar euro's meer. Goed, ik denk altijd hier bij de BP, onder andere afrit bij het stadion. En in België heb je nog de witte pomp, hè? Ja, ik heb ook een enorme hekel, dat moet ik erbij zeggen, aan geautomatiseerde pompen. In Tesla heb je dat ook tegenwoordig, dus daar is het personeel verdwenen, kennelijk. Oh ja, dan moet je dus eerst afrekenen en dan kun je het tanken. Ja, maar je moet dan, ze hebben vaak een pomp, 2 pompen naast elkaar. En hoe ik er slaag, weet ik niet. Maar uiteindelijk blijk ik altijd bij de verkeerde pomp met mijn kaartje erin te hebben gestoken. Oh ja, ja. En dan is het niet te weinig tijd om je auto weer te flirten. Ik vind het allemaal verschrikkelijk. Het liefste had ik gewoon zo'n meneer als vroeger. Die dan met zo'n vies lapje naar buiten kwam, tankte en dan even je voorruit schoonmaakte. Waarbij die meestal nog smeriger werd dan hij al was. Dat vond ik het fijnste toch. Volgens mij is de witte pomp is ook een tankstation. Dat is niet gelieerd aan een merk. Maar dat is dus, dan moet je hem afwachten. Wat ja, er schijnen op de losse markt schijnen wel voorraden benzine te zijn. Die dan dus relatief goedkoop gekocht kunnen worden. Ja. Je hebt volgens mij een Lanaken. Dan heb je een hele lange soort van provinciale weg. En er liggen allemaal dit soort tankstationnetjes aan. Die allemaal stunten met prijzen. Ja, je weet waar je de meeste tankstations bij elkaar kunt zien. Namelijk in Luxemburg. Als je vanuit Frankrijk Luxemburg binnenrijdt, weet je wel. Ja.
Ik weet niet hoeveel er daar niet zijn. Ja, dan maak je natuurlijk ook vaak de fout dat je in dat restaurant iets gaat eten. Dat is van een abominabele kwaliteit. Ik geloof dat wij weer vertrokken zijn tenslotte. Ga je bij het tankstation wel altijd aan de goede kant staan, dat je de slang meteen goed erin kunt hangen? Tegenwoordig wel, maar dat is iets nieuws. Ik moet zeggen dat ik vroeger, ik heb vaak genoeg aan de verkeerde. En dan moet je die slang zo lullig over je auto heen. En dan gaat het net niet. Het is, tegenwoordig weet ik het. Oké. Okay.